Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen, ik zeg jullie iedere keer. Maar waarom zou je met je Q-Time niet gewoon dingen gaan designen? Gewoon super mooie outfits maken, bedenken, uitschrijven gewoon, en dan ook gewoon nog dragen zelf? Nou, onze volgende gast is een guestie Weengaarden en ze gaat me er alles over vertellen. What made is a little Q-Time. Hi Negessie. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Goed, ik maak het goed. Ja, je maakt het goed? Ben je al een beetje over de zenuw heen? Ja, toch wel. Oké dan. Je bent een fashion designer. Je draagt je eigen prachtige ontwerp. Je hebt een favoriete kleur aan. Je past helemaal in de decor van de studio. Hoe ben je zo ver gekomen? Oké, dat wil ik vanaf het begin. Dat is het beste, hè? Oké, ik ben... Het is sinds jongs af begonnen. Ik zag mijn moeder vaak achter de naaimachine. En restjes lappen haar mocht ik altijd hebben. En daarmee had ik altijd iets te maken. Daar was het strikjes, poppenkleding. Ik bond ze allemaal fix, maar ik had er altijd iets mee te doen. Op den duur kreeg ik dan genoeg stof om een jurk voor mezelf te maken. En zonder hulp van mijn moeder was die jurk in één keer goed. Ze heeft me wel geholpen bij het stikken, maar knippen en zo was het, heb ik het geheel zelf gedaan. Mm-hmm. En dat was een hele simpele, eenvoudige one-shoulder jurk. Mm-hmm. En een geel-witte one-shoulder jurk met franjes aan de bovenkant. Ik heb die jurk gemaakt, ik heb het aangetrokken en ik heb dan een foto daarvan gemaakt en ik heb het op Facebook gezet. Mm-hmm. Daar begonnen de vragen van wie heeft die jurk van je gemaakt? Zeker je moeder. En mijn antwoord was van nee, ik heb het zelf mm-hmm. gemaakt. Dat mijn nicht op een dag gewoon met stof kwam en ze vond ik moest een jurk voor haar maken. En mijn eerste jurk voor mijn nicht was dan af op 28 december 2016. En daarom tel ik elke 28 december ook een jaartje bij Ebene Guesties Fashion. Ah. En dit jaar worden we 8 jaar. Nice. Oké, dus je wilde je jurk maken, want je bent zo snel over het verhaal heen gegaan. Je hebt je lapje stof van je moeder gehad en wist je ook meteen van, hey, dit wordt een one-shoulder dress. Of had je al in je hoofd, had je het al getekend hoe het zou worden? Ik wist het al, want ik zag die jurk al lang. Mm-hmm. Dus ik had een foto van die jurk gezien. Dus ik wist al dat het eigenlijk zou worden. Maar toch is het iets anders. Het was wel een one-shoulder jurk, maar... De bovenkant was anders op die foto en ik heb het daar weer anders gemaakt. Mm-hmm. Oké, dus 8 jaar zijn jullie straks en het is begonnen met maken voor je nicht. Je hebt het op Facebook gezet en als ik het goed begrijp is het balletje zo gaan rollen. Yeah. Als je zo bezig bent kleren te maken, want je design niet alleen. Hoe is het proces voor jou? Heb je eigenlijk een vaste stijl of maak je gewoon alles? Of heb je gewoon echt iets dat signature Negessie fashion is? Ik maak toch wel van alles, mm-hmm. Maar waarvan ik echt hou is kinderkleding, mm-hmm. omdat ik daar echt mezelf gewoon kan zijn. Ik hou van toetejurken maken en dat is echt meer voor de kids. Mm-hmm. En daar kan ik gewoon mezelf zijn, want daar kan je dat spelen en dat maak je dat in het klein. Dus het komt, ik vind dat het dan zeker goed komt. Mm-hmm. Alright. Oké, okay, kinderkleding. Maar is het dan voor peutertjes, baby's? Wat is je grens waar het niet meer leuk is voor jou? Waar het niet meer leuk is, is het baby's. Want dan zijn die dingen te klein, dan moet je echt gaan forceren. Oh. Maar waar dus je kan zeggen van 3 tot 7. Daar vind ik het echt leuk. Toen je eerste jurk hebt gemaakt en je begon eigenlijk al voor mensen dingetjes te maken. Als je nu over de 8 jaren terugkijk, wat is het leukste of het mooiste volgens jou dat je ooit hebt mogen maken voor iemand? Wat was dat? Zoveel, nou? Voor iemand. Of voor jezelf, ik weet niet. Voor mezelf, dat was het de eerste dat ik eigenlijk zelf heb ontworpen, kan je zeggen. Het was dan een wire hoofddoek. Dus... Het zou 1 juli zijn en ik dacht van, ik wil niet die normale hoofddoeken die iedereen heeft. Dus ik zat voor de spiegel en ik dacht van, ik moet met iets aparts naar buiten komen. Dus ik heb dat ding gebonden en begin heeft mijn moeder nog gelachen van, dat ding is zo groot, die mensen gaan je uitlachen en zo. Mm-hmm. Maar toen ik ermee kwam, dus ik ben foto's ermee gaan maken en ik heb ze weer op Facebook gezet. Mm-hmm. En daar is het direct echt groot naar buiten gekomen, want het heeft veel mensen aangetrokken. Mm-hmm. En dat was echt die wire hoofddoek met een bijpassende jurk. Nice. Alright. So,
Je hebt je signature style. Want kijk, wat heb je vandaag aan? Alles wat je aan hebt, heb je ook gewoon zelf gemaakt, toch? Ja. So, als ik nu naar je kijk, als je me door je outfit zou moeten... If you would, quote unquote, talk me through it. Wat hebben we aan vandaag? Ja. Ja. Oké, als eerst heb ik gewoon een rechte, eenvoudige jurk aan. Dat is de ronde. En daarna heb ik dan een overgooier. Dus een gaasstof erover aangetrokken. En dat is dan een jurk met gewoon plooitjes. Mm-hmm. En als je, geef je outfitjes of je designs nog aan. We gaan ze niet gewoon outfitjes noemen. Het zijn de custom the guest die wij gaan, de fits hier zo. Geef je ze ook namen? Of je maakt ze gewoon? Nee, ik heb alleen die ene die ik echt zelf heb ontworpen, die met die wirehoofddoek, dat is gewoon, dat heb ik gewoon een naam gegeven, de Guessing Fashion jurk. Mm-hmm. Omdat dat de eerste was, dus die alleen niet van naam. Maar de rest zijn gewoon plooie jurken, rechte jurken, rok, zo. Mm-hmm. Oké, dan laat het gewoon zo. We zijn al 8 jaar oud. Wat is er nog voor jou? Wat wil je nog allemaal bereiken? Want de business gaat goed zo te zien. Je ziet er super gelukkig uit. Je straalt helemaal. Iedere keer als we erover beginnen, begin je zo te lachen. Maar zijn er nog dingen die je echt wilt doen? Of waar je in de Guesties Fashion naartoe wilt brengen? Ja. Ik wil graag ook in het buitenland. Ik wil ook dat mijn kleren in het buitenland te verkrijgen moeten zijn. Mm-hmm. Ik wil ook lesgeven. En ik wil graag ook mijn eigen winkeltje hebben. Waar je... Dus nu komen mensen met hun stof en het wordt van ze gemaakt. Maar ik wil ook dat gewoon... Je komt gewoon bijvoorbeeld lesmoment, kom je gewoon en je pak gewoon een jurk. Dus je kijkt welke je leuk vindt. Een soort atelier. Ja, precies. Gewoon echt een winkel waar je gewoon kan komen en kan kopen. Okay, nee, nou, dat is er nog meer werk aan de winkel. Ja. Als iemand nu thuis kijkt en denkt van, hey, ik wil nog meer van Negasiway, Gardens Fashion Designs en haar werk gewoon zien. Waar kunnen ze je bereiken? Hoe kunnen ze je vinden? Waar kunnen ze je werk zien? Oké, okay, je kan me vinden op Facebook, Negasties Fashion. Op TikTok ook Negasties Fashion. En daar heb ik genoeg foto's waar je echt een keus kan maken. Mm-hmm. En als ik zelf ook gewoon iets heb, want ik heb gekeken en ik vind dat je het mooi maakt en zo. Maar als ik iets, zelf had ik ook iets gekrabbeld en zo en ik denk ik stuur het voor jou. Zou dat ook gewoon kunnen? Ja, mag ook. Je mag ook met je eigen model komen. Oké, okay, nee. Nou, dat klinkt helemaal goed. Maar we zitten hier, je vertelde me iets over een modeshow ook. Want je zegt, jullie zijn er al 8 jaar en je maakte 8 jaar dingen, maar je hebt toch nog iets daartussen ook nog gedaan. Wil je me daarover nog vertellen? Oké, het was begin van de Guesties Fashion. Toen een andere modisme heeft gecontact over een modeshow, een fashion show die gehouden zou worden. Ze heeft me alle informatie gegeven waar ik kan inschrijven en zo. En toen ik die mevrouw heb gebeld, zei die vrouw me gewoon echt doodleuk van, nee, wat je maakt is niet mooi. We hebben dit niet nodig. En die mevrouw zei me gewoon echt, nee. Dus wat jij maakt, zoeken we niet. Oké, okay, ik was teleurgesteld, maar ik dacht in mezelf van, ik ga deze vrouw wat iets bewijzen. Maar ik ben niet daarachter gaan zitten. Pas na jaren weer, we zouden 5 jaar worden. En toen kreeg ik een idee, samen met een andere juffrouw van me. Zij kwam bij me thuis en zij vertelde me van, waarom wil je niet de eigen modeshow? En we hebben daar werk ervan gemaakt. En het was een heel groot succes. Ja. Ik zit hier, maar ik kan nog steeds niet geloven. Dat, als ik tot nu toe naar de foto's kijk, denk ik van, ben ik het echt? Hoeveel creaties had je? 10 kinderen hadden voor me meegedaan en allemaal hadden 2 jurken aan. Dus je kan zeggen 20 verschillende modellen jurken. Wauw. Nee, dat is echt mooi. Nou, ik hoop dat er gauw weer een nieuwe modeshow komt. Ik vond het super fijn dat je bij mij in de studio was. Je hebt het heel goed gedaan. Zie, je handen zijn helemaal rustig. Want het is gezellig toch? Er is geen spanning. Nergens voor nodig. Ik ben benieuwd om te zien wat je in de toekomst voor ons nog gaat maken. En ik wil je vast heel veel succes wensen. Dank u wel. En ik ben ook blij dat ik deel van jullie programma mocht zijn. Nee, graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was een guest die Wayne bij ons in de studio. En zij maakt haar eigen kleding. Ze is een fashion designer. Maar als je ook je eigen modelletje hebt, kan je dat voor haar sturen. En ze maakt het helemaal prima. Perfect voor je. Haar specialiteit is eigenlijk kinderkleding. Dus als je ook een leuke outfit voor je dochter of zoon wil, is zij ook gewoon de place to be. Ze is te vinden op Facebook. En daar zijn genoeg foto's. Dat staat al zij. Dus wacht niet langer. Ga naar de Guesties Fashion op Facebook. Get your design. En laat zij het gewoon voor je maken. En remember, your time plus my time is Q-time.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.